Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag deel 2 van het interview met Rudy van Buren als eindejaarspecial. Onder andere gaan we het erover hebben wat de invloed is van de budgetcap op de Bolides, misschien de volledig nieuwe Bolides in 2024. Of het gebakkelij bij Mercedes dan eindelijk ophoudt. Waarom Leclerc een voorbeeld kan nemen aan Max Verstappen. En welke drie coureurs hoopt dat Rudy van Buren volgend jaar tijdens de Grand Prix van Parijs die eerste race echt gaat strijden. Nou, daar gaan we mee beginnen. Maar eerst heeft Tom Coronel nog even een boodschap voor je. Jij kunt live bij onze podcast aanwezig zijn en natuurlijk SimRacing. Boek dus snel je tickets, want het is bijna uitverkocht. Jij mag zelfs de koers bepalen van de podcast. Dit is een machine. Boek snel je tickets via de link in de bio. We gaan even naar een ander team, namelijk Mercedes. Die gingen er uiteindelijk in de allerlaatste race met die P2 vandoor bij de constructeurs. Yeah. Uh, Mercedes is een relatief rijk team. Die P2 bij de constructeurs levert je uh, 5 tot 10 tot 15 miljoen meer geld op. Uh, maar ja, je mag natuurlijk niet alles in je auto steken, want budgetplafond. Is uh, voor Mercedes dit dan nou een vloek of een zegen? We dat de W15 misschien wel helemaal anders gaat worden met die nieuwe Monaco? Kijk, ja, we hebben het natuurlijk nu een beetje over die paar procent verschil in de windtunneltijd tijd, et cetera. Um, ik denk, je moet altijd pakken wat je pakken kan qua kampioenschap. Anders heb ik straks ook één uh, T-coronel aan de telefoon, is die me dit hoort zeggen, van je had beter derde kunnen worden. Nee, je moet presteren per dag dat je er staat en dat hebben ze gedaan. Vind ik dat ze het cadeau hebben gehad omdat dat gewoon niet thuis was gisteren. Ja, um, en Las Vegas vergeet hij ook natuurlijk niet, hè? Ja, maar ik vond gisteren vond ik erger. Ik denk als je 14e start in een Ferrari. en dan ga je de alternatieve strategie. en dan kom je de top 10 niet in. Ja, wat ben je dan aan het doen? Sorry, dan, dan klopt het natuurlijk echt iets voor geen kant. Als je een stuk van die volvlogel af in de eerste ronde. of wat dan ook, dan heb je nog een reden. Maar er was geen reden. Ja, er was geen prestatie, geen snelheid. Maar goed, dat was de vraag niet. Um, ik denk dat die paar procent niet uh, te niet maken of kraken gaat zijn. Kijk, die, uh, die miljoenen die zullen wel ergens verdeeld worden. Extern. Uh, of ze doen er iets mee. En, in alle eerlijkheid denk ik dat met de budgetcaps dat de meeste teams meer ophalen als dat ze nodig hebben op het moment. Even los van de rijden salaris, wat natuurlijk best wel impact heeft. Dus zelf geld maakt het dat ergens iets makkelijker. We weten allemaal dat meneer L. helemaal een uh, riant salaris heeft. Misschien is dat, maar dekt het daar een stukje van af. Um, maar nee, ik, ik blijf wel bij pakken wat je pakken kan. Dus als dat dit jaar P2 is, dan is dat dit jaar P2. En die impact van die paar procenten... die Mercedes dus meer heeft dan Red Bull... en dus wel weer iets minder heeft dan, dan Ferrari... doet dat nog heel veel, denk je? Kunnen we dat uitdrukken in hoeveel sessies dat zijn? Of, of, of net even iets anders kunnen testen? ik, ik heb, ik heb daar in alle eerlijkheid geen goed, goed beeld van. Maar ik verwacht niet dat dat stapje... Maak het of kraak het gaat zijn voor het resultaat. Kijk, meer windtunnel is meer leren. Dat staat duidelijk. Alleen de stappen zijn natuurlijk niet zo groot dat je zegt, joh, uh, dat betekent dat ze vier weken minder aan de gang kunnen. Kijk, ga je tussen P10 en P1. Ja, daar zit echt wel een, een ding tussen. Maar zo'n eens een stap denk ik dat het in dit geval. Kijk, wat ik zeg, meer tijd is altijd beter, maar dit gaat niet het verschil zijn tussen competitief of niet competitief komend jaar. Wat vond je dit seizoen van uh, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton? Bij verlagen zagen we de denk ik de oude Lewis qua rijden. Dat ook echt wel races waar die, waar die sterk was. Maar dan ja, tegelijkertijd oh, afgelopen weekend is weer een voorbeeld uh, vanaf training nou, training 1 rijdt een ander in zijn auto. Training 2 kom je niet aan rijden toe. Training 3 sla de plank mis. En dat trekt eigenlijk het hele weekend door. En er zit gewoon niet de snelheid in wat rustig met die auto kan. Dat gezegd hebbende, we hebben het andersom ook tal van races gezien: dat Russell bij wijsbeweging niet eens in de buurt kwam bij Hamilton. Dus um, de auto lijkt heel specifiek qua balans, wat ofwel bij Lewis past ofwel bij Russell, maar nooit dat ze hem goed krijgen voor beide. Dus dat een van de twee gaat redelijk en de ander totaal niet. Dus ja, ik, um, ik blijf het ook bij Lewis zeggen dat. Um, als het weekend goed valt voor hem, dan zien we gelijk weer die oude Lewis die gemotiveerde, die klein beetje piepen over de radio af en toe. stellen: bonen, 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 help, help, help. Maar dan zit hij er wel op na de Lewis zoals gisteren. Ja, er zit gesnelheid in dat ding. Eigenlijk een beetje het gelaten. En volgens horen we Toto over de radio dingen zeggen. Lewis, je bent snelste op de baan. Lewis, twee tweede snelste op de baan. Om er maar motivatie in te krijgen. Ja, dat uh, ja, soms, soms is dat wel jammer. Soms wacht je dan ook die bijter, zeg maar. En um, dat is een beetje zo'n tendentie, zeg maar, door het jaar heen ziet. Van als de kaarten goed vallen, dan is die echt gewoon die, die oude vechter. En als je het dan niet wil, dan is dat ook maar wat het is. Zo'n gevoel krijg ik er dan bij. Dus ik hoop voor hem dat de nieuwe auto beter bij hem past. Dat is natuurlijk hetgene wat we hem dit jaar het meest hebben horen zeggen. Auto past je met mijn rijstijl, ik krijg hem niet goed. Nou, laat maar zien dan als die komend jaar wel, uh, wel past. Ik heb verhalen gehoord, waarschijnlijk zijn ze niet waar... ...maar de containers op het jasmine circuit zitten al helemaal vol... ...want alles wat die W14 bij zich had, is al in die container volgens is... mij gedonderd. Die W15 wordt inderdaad helemaal nieuw. We, eigenlijk halverwege, voor halverwege het seizoen werd al bekend... ...dat eigenlijk de positie van de monokok iets te ver naar voren was. Was niet lekker voor voornamelijk Lewis Hamilton. Wordt aangepast. Die W15 zouden we kunnen zeggen, wordt helemaal nieuw. Is het dan mogelijk om meteen al te kunnen strijden... ...voor titels, zegens, snelste rondes... Hoe je, hoe je het wil noemen. Maar gewoon echt ja. voor waar de prijzen vallen. Blijf Formule 1. Dus ja. Verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Um, ik hoop dat ze erbij zitten. Uiteindelijk strijd vooraan is het mooiste voor ons allemaal. Um, dus ja. Laat het maar zien. Kijk ze roepen het tegen, nu tegen zo hard. Dat ze met de nieuwe auto. Met de andere Monaco. Ook, we kunnen niet wachten V5. Je hoort al, al die termen ziet ik overal langskomen. Dus ja. Ik verander dan meestal in de houding van kom maar op. Laat maar zien wat... Uh, wat erin zit en dat het een mooie strijd mag worden. Maar dat ze er eentje ja. kunnen staan, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat het hetzelfde was natuurlijk met de W13 of de W14. De W13 die W13 liep ook niet. Lewis Hamilton heeft nu al twee jaar op rij geen zegen gepakt. Dat is natuurlijk niet echt lekker voor, uh, voor, voor hem als ja, ervaren rot zijnde. Je noemde net al heel even dat hij soms gemotiveerd moest worden door zijn uh, engineer. of door dat af en toe hoor je Toto nog op de radio. Zou zo'n zevenvoudig wereldkampioen überhaupt gemotiveerd moeten worden? Want als je kijkt naar Fernando Alonso... Die heeft het vuur nog steeds uh, in zijn ogen, ook al rijdt hij uh, voor P13. Ja, maar ook die heeft momenten, zoals Mexico dit jaar. Van joh, zoek het maar uit, beslissen jullie maar, het zal allemaal wel. Als die, die heeft natuurlijk. Ja, die weet natuurlijk, onder de streep met die Aston dat hij eigenlijk niet voor de overwinning knokt. En als je dat eigenlijk al weet, dan kun je natuurlijk makkelijk op plek 3, 4, 5, etc. gaat gaan knokken. Nou, die Mercedes hing best wel eens tussen plek 2, 3, 4, met die plek 1 op de horizon, noem ik het nou maar. Um, ik denk dat je dan mentaal toch anders in het spelletje zit als je met die Mercedes op plek 10 rijdt. En het wil niet, en joh, het zal wel. Ik, ik hoor die rijk helemaal niet te rijden, maar het ligt aan die auto. Terwijl Alonso is natuurlijk vechterspaars Alon. Maar toen hij op plek 16, 17 reed in Mexico, was daar ook geen weg mee te bezeilen. Want toen kwam ja. er wel voorbij. Dat ding gaat niet. Eén uh, stop, twee stop, veel succes. Het gaat toch niet. Dus dan zie je dat daar ook wel een beetje in zit. Um, maar tegelijkertijd kunnen al die gasten het uh, wel heel snel omdraaien. Dat zodra ze weer dat succes proeven... Dan is die motivatie weer op 100, 110%. En dan staan ze er ook weer gewoon in hun, uh, in hun beste vorm. Kijk maar naar Mexico is niks. in Brazilië, dat gevecht met Checo. de laatste paar ronden van Alonso. Of de laatste paar, de laatste tien ronden. Daar zien we wereldster Alonso knokken. Terwijl hij goed beschouwd zeven dagen daarvoor. dan zei hij: oh, zoek het uit met dat ding. Dat wil niet. Dus uiteindelijk, als het team die gasten de juiste auto geeft. dan zullen ze er allemaal gewoon. Allemaal gewoon staan. Dus het is een reden dat ze allemaal kampioen zijn. De, de namen die waar we het er net over hebben. Je noemde net al even het mentale aspect van een coureur. Nou, als we het hebben over mentaal en misschien nog tegenslagen, dan moeten we het wel heel even gaan hebben. Ook over Ferrari. En ook, ja, je kan het en over Sainz gaan hebben en over Leclerc. Om maar even te beginnen met Leclerc. Die had natuurlijk weer een ontzettend pechseizoen. Um, ja, het is misschien te makkelijk te zeggen, maar deze gast verdient toch eigenlijk gewoon een betere auto en misschien ook wel een beter team. Nou, beter team weet ik niet. Ik denk niet dat er zo'n iets op de krit is wat beter voor Leclerc als waar hij nu zit als monagas bij Ferrari die Italiaans spreekt, waar hij natuurlijk eigenlijk een beetje op de nummer 1 stoel zit, wat niemand wil zeggen, maar wat iedereen kan zien. Um, ik denk niet dat hij het zomaar ergens beter heeft. Um, Fred Vasseur zit daar nu eerste volle jaar uit mijn hoofd, het is het eerste jaar toch? Dat ik zeker zeg. Ik zeg ja, ja, eerste jaar. Vorig jaar um, kapte maar Matei minuten ja, mee. Dus uh, die wijzigingen van Vasseur komen ook niet binnen een jaar. Dat heeft ook tijd nodig. Nou, het is wel een persoon waar ik zelf in dat opzicht tegenop kijk. Als je ziet wat in alle andere klassen heeft gedaan, geregeld, hoe hij dat allemaal deed. Um, dus je geeft het dan ook maar de tijd. Als we klaar zijn, dan zou ik nu niet weten waar die naartoe zou moeten gaan. Ja, dat hij pech een keer moet kappen. Uh, en als ze strategisch af en toe dingetjes moeten doen. Ja, helder. Maar niet vergeten dat hij gisteren ook gewoon tweede werd. Dus zo slecht was die auto niet. Um, dus ja, in zijn geval, het is natuurlijk heel moeilijk. Maar het is ook wachten op het moment... Kijk, Max had ook meerdere jaren Red Bull waar hij af en toe een wedstrijd mee kon winnen. Uh, en nu zitten we in de, na twee of drie van deze, tussen twee van deze hele succesvolle seizoenen, eentje waar hij dan ervoor knokt en ook kampioen werd. Dus het, moment, het is Formule 1. Het kan als een vingerknip in één keer gebeuren. Um, en dan moet je ook het team om je heen hebben wat je goed kent. En ik denk dat hij daar wel in zit op het moment. Zie jij nu na één jaar van dat natuurlijk niet alleen van sur, een stijgende lijn bij Ferrari? Of is het steeds nog een beetje aanmodderen en hebben ze gewoon af en toe geluk en dus aan de andere kant ook af en toe pech? Nee, ik denk dat ze dit jaar in het algemeen minder vaak een negatieve uitzwaai hadden. Uh, maar ik denk dat het meer is voor het team leert in het algemeen van de fouten in plaats van. Uh, dit is farceur, de voeten uit. Want ik had het zelf ook gewoon begrepen als ze Binotto daar hadden laten zitten. Want die was ook langzaam bepaalde puzzelstukjes op de, op de juiste plek aan het zetten. Alleen dan krijgt toch een beetje het, noem maar het voetbalprobleem. Maar als die, die gasten in het veld rennen niet door en de trainer krijgt de schuld. Ja, dat, 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 in de Formule 1 begint het af en toe ook een tendens te zijn. Dat er heel snel het kopstuk wordt eruit gestuurd. Terwijl, ja, als, als de poppetjes. Of, of ik moest zeggen, als de. Als de het personeel, het samen, de samenzwering er niet is, dan gaat het ook niet goed komen, wie er ook boven staat. Dus het is moeilijk. Um, ik vond ze dit jaar minder slechte momenten hebben dan vorig jaar. Waar we vorig jaar natuurlijk allemaal zeiden van uh, kunnen beter de strategie op Twitter bekijken wat ze moeten doen in plaats van het hun beslissen. En ik denk dat ze dit jaar vaker sterk waren in dat opzicht. Dan even kijkend, uh, over een goede 90 dagen, Grand Prix van Bahrein, op een zaterdag trouwens. Dus dat zal jouw weekend, als jij moet gaan simmen, natuurlijk dan ook een beetje aanpassen. Een beetje aanpassen, hè? Dan gaan we over. Ongeveer, weer. Ja. Oei, 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 ja. Dan oei. Zijn, we er, zijn, we alweer, zijn we alweer in de gang, jongens. Dus het aftellen is officieel begonnen. Dus jij kan ook niet lang genieten van je vakantie. Wat hoop jij? Ik heb begin januari die... alweer gewoon, hè. Ik heb januari, februari begin. allemaal daar staan er alweer. Komt goed. Ja. Wat, wat hoop jij te zien tijdens die eerste race, die zaterdagavondrace Grand Prix Bahrein, qua, qua veld, qua teams die opstaan, misschien coureurs die vooraan mee kunnen rijden? Als jij het voor het zeggen zou hebben? Uh, een strijd tussen vier teams. Dat zou uh, het mooiste zijn. En dat kunnen we natuurlijk naar de kwalificatie dan misschien al een beetje gaan zien. Als het niet is 1, uh, 2, nou, zelfde team, 3, 4, zelfde team, 5, 6, zelfde team. Als we dat al zien, dat dat lekker door elkaar heen staat. Um, en dat dan gewoon een strijd op de baan. Kijk, ik, uh, Las Vegas gebeurde een hoop. Ik ben ook heel uitgesproken geweest over wat ik van alles omheen vond. Maar deze is top. Ik heb in Las Vegas geen één keer gehad dat ik dacht: poek, oh, daar gingen we. Maar nou, gisteren duurde het niet zo lang op een gegeven moment, hoor. Dat hij een keer is, oh, misschien moet ik even liggen. Um, dus ja, je ziet strijd, mensen op de plek waar ze misschien niet horen. Dat is uiteindelijk wat, uh, wat het verhaal compleet maakt. Dus laat het dat maar zijn. Hoe meer auto's dicht bij elkaar, uh, hoe beter. En dat dan de. Ja, hoe zeg je dat? De, de, de allerbeste coureurs uh, het werk af kunnen maken. Kijk, dat soort stukjes. Zoals gisteren eerste ronde. Up, eerste bocht buiten, om bij de Claire. Vet. Dan die chicane in. Nou, wat gaat hij doen? Gaat hij die... buiten vet? Dat soort acties willen we natuurlijk zien. Uh, en dat krijgen we alleen maar als, die, uh, als al die gasten dicht bij elkaar zitten. En uh, nou, Bahrein is ook een goed circuit met, uh, met DRS en inhalen en zo. Dus uh, kom erop. Als jij drie coureurs mag noemen, drie coureurs die strijden voor die P1, voor de Grand Prix van Bahrein. welke zou jij willen nomineren? Uh, Lando, uh, Charles en Max. Uh, denk ik denk zeg ze een Lendo keer anders, anders begin ik weer bij Max. Maar ik als je drie, die drie, uh, toch wat eigenlijk nog wel relatief jonge gasten, die nieuwe ja nieuwe garde die het moderne race goed snappen, hoe ze met elkaar om moeten gaan, hoe ver ze kunnen gaan. Soms een stukje over de streep, maar dan met z'n tweeën het oplossen. En ik denk dat de mooiste strijd is voor, uh, voor ons om naar te kijken. Mij lijkt het heel goed dat we gewoon jou weer even gaan spreken voordat het seizoen losbarst in 2024. Niet alleen omdat ik dan even graag wil weten hoe natuurlijk die RB20 in de simulator aanvoelt. Maar ik zou dan ook graag weer even wat voorspellingen van jou willen opnemen. Ja, want jij bent natuurlijk met, vaker... Het het seizoen voor... begin dit jaar. Jij komt natuurlijk vaak in dit seizoen. Kom jij langs bij ons in de podcast? Je hebt ook de, de seizoensvoorspellingen gedaan. Uh, ja, ik zou ze maar niet terugpakken hè, van vorig jaar. Je had wel een aantal een aantal goeie, zaten erbij, ja. maar er zaten ook een paar. Uh, ja, wil, jij hem, wil jij hem zelf zeggen of moet ik hem moet ik hem inkopen? Nee, of nee, niet. Ik weet niet waar je het over heb. Je weet niet. Uh, nou, je <laughs> zei in ieder geval wel dat je het goed had. Even de coureur die laatste wordt had jij ingeschat op Logan Sargent vorig jaar. Dus op zich dat is al iets wat, wat helemaal goed gegaan ja, sorry, is. Vorig uh, jaar was dit Toch, de opname. Uh, ja, sorry. Ja, dit ja. jaar inderdaad, 2023. Uh, maar ja, je hebt onder andere ook voorspeld uh, welke Grand Prix de meeste uitvallers had. Aantal overwinningen van Verstappen. Weet je nog wat je daar gezegd hebt? Hoeveel de overwinningen van Verstappen of, of zo? Je had negen gezegd. Jezus, wat een pannenkoek heeft dat gezegd. Ja, je had gezegd dat Verstappen negen overwinningen nou, zou pakken. Ik hoop al, al, al op die strijd. Ik hoop al op die strijd. Maar ik had wel gezegd ja. wie kampioen werd. Dus negen ja, en de constructeurs ja, en uh, jij en Tom en Ruud, hadden ook allebei voorspeld welk circuit de Vries het beste resultaat zou halen. Jij en Ruud zeiden Monza, uh, Tom zei Singapore. Nou ja, goed, hij heeft die Grand Prix niet meer mogen rijden. Dus we gaan leuke voorspellingen bedenken. Gaan we lekker doen in 2024. Ik zou zeggen, ga jij lekker genieten van je vakantie? Even lekker je batterij opladen, zodat je dan wel lekker kan de buggy Maar we gaan rijden. het nog over Dakar hebben binnenkort, toch? Dakar gaan we. Ja, oh ja, dat is nog voor, is nog voor december. Laten we dat dan even gaan doen. We klaar Laten we. Helemaal goed. Hey Rudy, uh, dank voor nu. Jij ook bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Vergeet dan niet je te abonneren op dit kanaal. Want in 2024 gaan we nog veel meer toffe dingen doen. Waar ook misschien Rudy van Buren in voor gaat komen. Wat hij nog niet weet. Dus dat wil je zeker checken. En veel meer nieuws vind je natuurlijk ook de gehele winterstop op Racingnieuws365.nl. Rudy, dank je wel. Dank je wel.